Hallo mensen, ik ben Frank en welkom terug in Valiant Hearts The Great War. We gaan lekker verder, nou ja, lekker. Freddy is nou dood of niet dood, dat weet ik nog niet. Ik denk eigenlijk dat hij niet dood is, want dan hadden ze het wel wat zieliger gedaan. Her name was Anna, a Belgian student. Dit hadden we al gezien. Anna. Oké. April 1915. Een granaat, maar... Gaat die gozer ook nog weg? Blijkbaar moeten we... medic dingen gaan pakken voor Freddy. Zo ziet het eruit. Daar heb ik een granaat voor nodig. Oh, ik kan de hond dus laten pakken. Vrij logisch. Ja. Want deze gozer gaat wel weg. Dat is niet weg? Oh. Oké, dus wel. Ja, rennen. Oké, net aan. Ja, medex. Verder naar voren. Arr, met de pollepel. Ik zal wel hierheen moeten. Oh. Oké. Ik ben dus achter de lijnen, achter de linies van de tegenstander blijkbaar. Oké. Ze hebben een hek gevonden. En nu komen ze terug. Oké. Die hond kunnen ze toch ook zien? Maar ja. Gaan we weer weg. Wat zijn ze allemaal aan het doen? Collectible. Daar heb ik toch helemaal niks aan? Die man op de achtergrond die auto probeert te duwen. Nou ja, auto. Ja, ik doe het eruit. Die hond boeit zich gewoon helemaal niks. Oké. De medic. Het rode kruis is nog steeds naar rechts. Hoi. Twee dingen die ik niet snap. Ze rennen de hele tijd heen en weer. En waarom ze zo de hele tijd hoi ze aan het zingen zijn. Hondje, ga er wel eens in. Ik kom er ook. Ik moet door het hek heen, maar ik heb geen... knip ding. Ik hoef niet op het woord. Maar ik zal vast iets met Walt moeten doen. Oké, het hintmenu. Oh ja, nee. Het hintmenu heb ik niet nodig. Ik heb het al gevonden. Nou ja, in het echt hadden ze het toch echt wel gezien, maar daarom is het ook een spel. Nee. Bedankt. Nu moet ik weer wachten totdat ze weer hierheen komen en dan weer terug gaan. En dan kan ik eindelijk door het hek heen. Hoop ik. Ik ben er nog 5 minuten bij bezig. Ja. Ik vraag nu ook meteen maar aan jullie. Ik had zelf het idee om deze video's wat langer te gaan maken. Alleen ik weet niet of jullie ze dan nog wel helemaal gaan kijken. Of helemaal willen kijken. Dus ja, zal ik ze... langer gaan maken of zal ik ze gewoon een kwartier houden?
Dat is duidelijk dat ik er niks wist. Maar goed, laat het even weten. Of ik ze dus zo kort als dit moet houden. Of wat langer. Dus dat ik ook wat meer kan doen. En van Dorf Zeppelin is erachter. Oh. En er was een nieuw dagboek. Nee, dat had ik al gezien. Dat was dit. Maar die ga ik toch niet lezen. Oh, mazzel. Oké, doei. Ik kom wel heel snel terug. Gaan we afleiden. En dan kom ik. Slaap lekker. Oh, hier ligt iemand dood te gaan. Oké. Wat moet ik hierbij? Ik zie hier op de achtergrond ook TNT liggen. Ja? Mag Walt daarin? En dan... Ik snap het niet. Ik zie alleen wel... Collectible. Moet ik deze kant op? Oh. Walt moet hierheen komen. Oké, geef maar. Geef. Bedankt. Dan moet je... Nee. Weer daarin. Nu moet je die TNT die daar ligt pakken. Weer hier doorheen komen. En dan mij lekker gaan volgen. Ja, Van Dorf is erachter. Oké, doei. Oké, gelukkig. TNT. Ik heb geen hitmenu nodig. Oké, die hond boeit dus echt helemaal niks. Stel, hond, kom weg. Weg. Ja joh, niemand ziet die explosie of zo. Maar ja. Daar kan ik niet heen. Karretje. Moet ik hier achter gaan staan of zo? Ja. Dit is ook niet zo opvallend hoor. Beide was ik naar beneden gevallen terwijl hij keek. Nee. Daar is de ziekenboeg. En een collectible. Maar wat moet nog hierheen komen? Daar is nog iemand. Oh, waarschijnlijk ligt het hier. Ik zat zo van, huh, ik moet hier iets instoppen. Maar Walt kan het niet pakken, want Walt is hier niet. Daar is iets.
Ga ik er overheen klimmen? Nee. Er ook niks op te gooien. Daar is een kamertje. Ik snap het niet. Kan ik deze gozer slaan? Nee. Daar zijn sleutels. Daar zijn de sleutels die ik nodig heb om hierin te komen. Daar heb ik wat voor nodig om daaronder door te klimmen. Ik heb nodig een stok of zo om wat naar beneden te krijgen. Oh, ik kan dit van zijn plaats afhalen. En nu kan ik er overheen klimmen. I'm so clever. Dan heb ik een flesje. Is hier verder nog iets? Oké, dan heb ik in elk geval een fles waarmee ik dus iets kan gooien. Oh. En daar leid ik hem mee af. Oh. Oké. Okay. Hint. Ja. Dat wist ik al. Maar. Nog maar een flesje. Alleen ik snap niet wie ik dan moet afleiden. Ja. Ik denk deze man. Ga je komen? Nee. Hij gaat niet weg. Ga jij er maar vast gewoon in zitten? Waarschijnlijk ga ik hier even wat wegknippen. Om te zorgen dat het wat minder saai is met dat ik de hele tijd zo zit. Het over hem heen gooien. Oké. Nou, vrij logisch eigenlijk. Maar goed. Dan ga ik dat maar even proberen. Ja. Klap lekker. Muziek. Nou, ik ga er niks van knippen, want ik heb het nu al. Heb ik nu de hendel om wat naar beneden te krijgen. Hoi bot. Ik zo veel hond. Oh goed. Wat? Komt even een hond door de muur en hij pakt je sleutels weg. Maar dat maakt jullie het uit? Oké. Ja. Oh, en een collectible. Pak die ook maar. Daar ga ik even hierin. Hier is iets nodig. Daar moet ik heen. Alleen, daar is iets nodig. En daarvoor moet ik dit aan de kant gaan. Even. Ah, verborgen deur. Nou ja, meer een mijngang. Maar goed. Oh, jij had die hendel over. Nee. Oh, hier is nog een deur. Laat maar. Haal die handlebar over. Zo. Wat?
Dat hangt nu daar, oké. Okay. Moet ik zo gaan? Nee, jij mag daar blijven. Daar. En dan mag jij de hendel overhalen, zodat hij niet naar beneden komt. Zo zwaar. Maar goed. Dan heb ik nu dit. Om deze deur omhoog te halen. Zo. Zijn ze lekker aan het feesten? Of goed. Ladder. Nee, daar kan ik niet heen. Een kapot bordje. Oh. Oh, hij is aan het oefenen. Oeh. Had hij niet gewoon van Dorf neer kunnen schieten? Oh, van Dorf was al op dat huis. Man met bril is harvader. Baron von Dorf had escaped again. Weer. But Emil had still managed to find medicine for Freddy. Gelukkig. Hij is niet dood. Quickly back on the road again. On the road again. Their journey would take them to Rance. Rance. Where they would at last pick up the trail of the elusive Baron and his Zeppelin. De rot van Dorf. Oké. Okay. Hij heeft niks geleerd. Stop. Luchtalarm. Het is nu niet de eerste maandag van de maand om 12 uur, ja? Het moest echt. Zo. Nee, Freddy. Pas op. Weer Freddy. Waarom moet hij nou telkens... zo achter die bommen aan. Oké. Okay. Gelukkig, ik kon ze ontwijken. Er vallen flink wat bommen. De noodhanden, goed zo. Arr. Krot van Dorf. Ze heeft oude man nodig. Dat is oude man. Hij wil dat ding naar de... naar de... Hij vraagt op SOS. Wat? Oké. Ik heb geen idee wat er nu allemaal gaat gebeuren. Dat is voor de volgende video. Ik ga nu namelijk vandaag heel wat opnemen. Dus ja, dan ga ik gewoon zo meteen verder zonder dat het opgeslagen hoeft te worden. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Tot de volgende video.